Ik ben Els en ik sta hier voor het beeld van Rembrandt. Rembrandt leefde in de zogenaamde Gouden Eeuw. En Rembrandt maar doorschilderen, alsof er helemaal niks aan de hand was. Hij heeft niet gezegd van, wow jongens, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Hij kwam niet in opstand, hij bleef gewoon maar doofstom doorschilderen. Sterker nog, hij schilderde de allerrijkste. Dus eigenlijk heeft Rembrandt indirect meegeholpen aan de slavernij. Hij heeft gewoon bloed aan zijn handen en daarom moet dit beeld van Rembrandt weg. En al zijn werken moeten worden verbrand. Weg met de nachtwacht. Weg met het Joodse bruidje. Weg met dit beeld van Rembrandt. Weg, weg, weg! Ik sta hier naast het beeld van de dokwerker. Ter ere van de grote staking in 1941 voor alle Joden van Amsterdam. Heel erg dapper, heel erg krachtig, heel erg sterk, heel erg woke. Maar waarom was de dokwerker nou weer een man? Waarom was het niet de dokwerkster? Waarom is er geen beeld voor een arbeider met een handicap? Of een transpersoon als arbeider? Dit is zo ongelooflijk macho. Zo kort en sterk, sterke armen. Het is zo fallocratisch, die picknische bouw. En daarom moet dit beeld weg. Weg met de dokwerker. Weg met de dokwerker. Weg met de dokwerker! Ik sta hier naast het beeld van Anne Frank. En ja, ik heb dat boek gelezen en ik vond het echt wel mooi en knap gemaakt. Ik vond het ook goed geschreven, maar het is wel heel erg ik of zo. Snap je? Dat vind ik jammer. Ik bedoel, waarom was het achterhuis niet divers? Waarom was er geen mens van kleur in het achterhuis? Of een transpersoon? Waarom waren er alleen maar Joden in het achterhuis? Of Joodse mensen, of hoe je het ook moet zeggen. Maar dat is niet inclusief. Daarom zeg ik, maak eerst je eigen achterhuis diverser voordat je met dat vingertje gaat wijzen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarom